Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We zien op deze satellietfoto goed dat de noordelijke helft van het land te maken heeft met vrij veel bewolking. Dat zijn vooral stapelwolken en ook wat wolkenvelden. Maar in het zuiden is het behoorlijk zonnig. Vanavond zal de bewolking in het noorden geleidelijk aan gaan oplossen. Halverwege de avond is het een graad of 17 en komende nacht koelt het verder af naar zo'n 11 tot plaatselijk 6 graden. Verder dan brede opklaringen en mogelijk wat nevel of een enkele mistbank. Morgen overdag dan schijnt de zon weer geregeld. In de middag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 20 tot 24 graden. Er waait eerst een oostelijke wind, maar later in de kustprovincies draait de wind naar het westen. Zondag en maandag is het ook droog en flink zonnig. Op zondag wordt het 21 tot 26 graden en maandag zelfs 28 tot 31 graden. In de nacht naar dinsdag en dinsdag overdag is kans op buien mogelijk met onweer. En de middagtemperatuur is dinsdagmiddag rond de graad of 23. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl